Deze reportage is mede mogelijk gemaakt door Woonboulevard Nijmegen. Volop variatie op een toplocatie. Kijk eens op woonboulevardnijmegen.nl. Ja, beschouwingen Den Bosch en NEC. Ja, 1-3 gepakt weer die lui. Dus ja, we blijven maar door en denderen. Ja. We hebben de ene wedstrijd naar de andere pakken. De wedstrijd moest 2 uur eerder gespeeld worden. Voor de hooligans van Den Bosch. Dus we hadden wel geteld, geloof ik, 800 mensen uit Den Bosch. Allemaal kleine kinderen. Dus wat de KNVB aan toegeeft, weet ik niet. Maar ja, dat terzijde. Ja, As, die moest scoren, die wil topscorer worden. En Santos wil nummer 2 worden. Nou, het gaat er wel naar uitzien, want die maken ook de doelpunten. En dan hebben we te vertellen dat we 4 periodes kunnen winnen. Nou, dat willen ze nou ook alle 4 pakken. Dus het aantal punten, we hebben er inmiddels al 98. We hebben ook al het record, dus alles wat te breken valt, een record breken we. Dus dat wordt een verhaal zonder einde. Onvoorstelbaar wat we even een seizoen hebben. Dan heb ik nog wel een kritische opmerking van een supporter die ik even moest zeggen. Daar loopt een speler bij die in de winterstop is gekomen. Die loopt met geel-zwarte voetbalschoenen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Die kleuren geel-zwart. In Nijmegen, die kleur is besmet. Dan moet die vriend nog even leren die bij ons voetbalt. Maar graag andere schoenen aantrekken, jongen. Want dat kan natuurlijk niet. En voor de rest, ja, het gaat gewoon helemaal zoals we het willen hebben. Zo'n seizoen wordt nooit meer geëvenaard door geen ene club. Het ene record naar het andere sneuvel. Dus we gaan vrolijk verder, hoor. Voorbeschouwing NEC Jong Ajax. Ja, als we er 4 gaan maken en dat zit er dik in, dan hebben we 101 doelpunt en 101 punt. Het zou ook nog mooi zien als ook nog As en Santos scoren, dan hebben we de topscorer nummer 1 en topscorer nummer 2 in huis. Dus dan hebben we alle records die de brekers zien hebben gebroken. Dus ik hou het toch op een 4-0, 4-1 voor ons. En dan zien we helemaal gelukkig weer. En dan hebben we weer een reden om een feestje te gaan houden. Dus het gaat weer goed komen, jongens. We zijn weer helemaal blij. Nieuws uit Nijmegen. Altijd op de hoogte.